act, Sponge-out battles, next gen, try-outs. Publiek is ook bij de try-outs active zoals ze altijd zijn, maar homo. De twee deelnemers gaan laten zien dat ze er bij het volgende seizoen gewoon erbij horen. De deskundige jury gaat bepalen dat ze wel of niet gaat lukken. Hier bij de kant. Meer Timothy. En als wij het zeggen en Access er niet mee is, dat bepaalt Access. Het is wat het is, man. Het is wat het is. Rappers stellen zichzelf voor, man. Yo, links, 18 jaar, kom het luisteren dan. Rapper aan mijn linkerkant. Don Tata Motherfucker! A.k.a. White Chocolate, alias Sjaak Bananenkaak. Maar zeg maar gewoon Mark. Dan. Wij leren onze voorbereid op iemand anders. De tegenstanders hebben laten afweten, dus ze gaan gewoon tegenover elkaar. Hun materiaal laten horen, onze worden individueel beoordeeld, dus ze maken op zich niet eens uit. Individueel gaan we zien wie goed is of wie niet. Dus, it's all good. Jij wou beginnen? Allebei één ronde om zich te bewijzen. Nadat jullie zo'n energie hebben, dat is goed. Oké. In mijn hoofd is de rap scene van mij. En ik geloof, het is een kwestie van tijd voor ik de beste in battle rap word. Want was dit echt een vechtsport? Dan had ik de zwarte band en was achtste dam. Je bent me teen in mijn greep zodra ik deze ring betreed. Ik wind je om mijn vinger heen terwijl ik je een incompleet gevoel van binnen geef. Ik laat je afvragen hoeveel zin het heeft. Is het slim? Nee, maar ik begin beleefd. Ik hou me goed in, je vreest me. Want in mijn leven een bloeddrinkend wezen. Ik dim het steeds, maar het verslindt je levend. Ik win de race, wind je tegen, ik spring niet eens. Dit is trainen, doe het in z'n enen, in mijn eentje. Kom naar je kinderfeest, dan wil je een slinger geven. Sla je kin in twee, door je met mijn pink te steken. Shit, I'm bringing sexy back, Timberlake, alles inbegrepen. Jij bent mijn match niet echt, geen Tinder date. Nee, ik vind je lelijk, dus ik swipe rechts. En ik weet niet of ik nog tijd heb, maar als niemand tijd zegt, freestyle ik de tijd weg. Zo van, hi Stef. Hi Stef. Weet je wat daarop rijmt? Crack. White trash. En wat is met zijn bek? Het lijkt net alsof je elke dag ontbijt met een lijnpad. En dan je iPad uren niet opzij legt, want je zit op 9gag. En dat is een fucking try-out doen, man. Geef me nog een rol voor deze man. Let's go. Yo, ik ben nieuw in de scene. Dus nog contactloos. Waarom is iedere rapper in Punch-Out constant boos? Rappers die verdwijnen, want de dom kwam close. Je krijgt meer hoeken in een cirkel dan een kompasroos. Drie dagen prep. Ik weet van deze battle sinds donderdag. Jouw bars zijn van een laag niveau als een contrabas. Contrabas. Geen emotie. Een lagrijn staat in waterpas, omdat ik Chris kras met een Chris in je borstkas kras. Want ik voel me nu even verheven. Ik zal 16 blijven schrijven om mijn skills te verbeteren. Geen volmaakte rapper. Wel de meest uitstrevende dealers zijn niet de enige die wat lijns willen leveren. Ik ben de links. Als het moet, stop iedereen in een bag. Maak het de bont in een beest, gaat voor je nek. Want money is de motivatie, de sturende factor. Ik mag meer ruggen dan een chiropractor. Woe! En hoe meer kwakken pakken, rol ik zakken, roller zakken. Iedereen die weet, ik ben een lijpe motherfucker. Je bars zijn koud. En je hart is gekoeld. Geloof me alsjeblieft, ik weet precies wat je bedoelt. Je hebt nooit liefde gekregen, net als Ebenezer Scrooge op een vingermes in je buik, zodat je echte liefde voelt. Wow. Want dit is modellenwerk. Ik zet een body op een cv. Ik voel me Indiana Jones. Ik neem je schedels trofee mee. Time. Nog een ronde man, boys. Ik doe nog een ronde man, boys. Let's go! Sowieso, ja, Rijmsteen, want je begon sowieso, wij noemden dat vroeger El Swifties, want je begon je hele bar van begin met O-A-D-I-A-O-O-A-D-I-A-O-O, alleen maar niet andere klanken. En dan ook inhoudelijk sterk, deze lines, ja, beste long van vandaag. Ja, hands down, makkelijk.
En jij was ook gewoon goed. Ja, stop dan jij. Normaal. Nee, man, of heb je Shield de La Tourette of zo? Je deed van die trucjes. Wat? Nee, je hebt altijd mensen die een tik hebben of stotteren, die doen altijd ze stoppen. Dat doen ze graag nooit gaan. Maar je deed zeg maar, je haper en zo ging je door met rap. Maar dat deed je twee of drie keer. Dus ik dacht, misschien is dat een. Maar dat is niet zo. Dus ook goed. Dat was mijn interesse. Ja, voor de rest wel hard. Weet je, de kompaslijn met die hoeken in cirkels. Ja. Genoeg tekst. Ja, klopt. Allebei hard inderdaad, dus sowieso allebei door. Wat ik bij jou nog zou willen meegeven, maar is misschien in mijn smaak wat je doet, doe je echt pakje goed. Alleen wat ik nog een beetje mis is dat ook nog, maar dat vind ik leuk, dat er een soort van lijn in zit, een soort verhaal van je gaat ergens heen. Maar dat is meer van hoe kan je het nog perfectioneren, want het is gewoon wel goed. Dus, maar dat zou je willen meegeven om te proberen wat je hebt. Als je dat ook nog een keer soort van een verhaal kan pakken, ja, dan next level helemaal. Voor jou... Blijf gewoon rustig doorgaan, weet je wel. Dus ga niet te veel stressen als je even iets niet weet, want je weet het steeds wel weer, merk ik. Ook gewoon goed, ik vond het ietsje minder dan hem, maar nog steeds zeker interessant genoeg om een punch-out te zien. Dus dank je wel. Sjaak, ga daar aan de gang. Ik denk dat als jij je 100 voorbereidt, dat je gewoon iets cleans neergezet. Als je iets langer voorbereidt, is tijd dat of zo. Je zei in het begin 3 dagen preppen, wat dan ook. Dat ook 3 dagen. Ik zie je potentie is duidelijk zichtbaar. Allebei door, man. Duidelijk, man. Laat sowieso weten wat jij vindt of stem. Klik gewoon hier rechtsboven om je stem uit te brengen. Like, abonneer en check je weer de volgende keer, man.